Yo gasten van YouTube, ik ben Mitchell met vandaag weer een nieuwe video. Jullie zien het al hier zo. Het zijn fidget spinner tricks wat ik ga bekijken. Fidget spinner is een heel populair iets. Ik heb er nog geen één. Misschien dat ik er eentje ga kopen om allemaal trucjes te doen voor jullie, whatever. Ik ga deze video kijken, wat inspiratie opdoen voor tricks. Jullie mogen best wel in de reacties achterlaten wat jullie al kunnen. En of jullie überhaupt al een fidget spinner hebben. Want ik ben best wel benieuwd hoe zo'n ding is. Ik heb er nog nooit eentje in mijn handen gehad. Maar goed, we gaan de video kijken. Jullie gaan mijn reactie zien. Waarschijnlijk zitten er super sicke tricks tussen wat ik niet kan. Als je er überhaupt veel tricks mee kan. Ik weet niet of je er tricks mee kan. Ik weet alleen maar, stel voor je wil iets in je handen hebben. Het is heel handig voor mensen die stoppen met roken. En dat dingetje blijft maar draaien. Dus wij gaan dat kijken. En ik laat jullie meekijken. Wat de heck? How he do that? Hoe de fuck doet hij dat? Met dat ene dingetje. Kijk, dit snap ik niet. Hoe de fuck doe je zoiets? Boop, boop, boop. I don't get it. Wat? Ja, oké, dat is... Gaat hij doen. Wat? Oké, hij gooit hem zeg maar omhoog. Via het midden. En dan pakt hij zo'n rondje, zeg maar, wat aan die zijkant zit. En dan draait hij verder. Hoe de fuck doe je dit? Huh? Hoe kan dit? How you do this? De crossover, hij gooit hem. Sorry jongens, ik ben een beetje ziek. Wat? The actual fuck. Ja, als je kan voetballen, kan je dat ook. Dat is meer een trucje met je lichaam. Huh? Dat zag er heel specie uit. Huh? Hoe dan? Ik vind het knap. Ik zou dit niet kunnen. Echt niet. Nou, maak er maar een vlogje van. Ja, oké. Ah, nee, niet hebben. Maar dit is geen trucje. Dat kan iedereen. Ja, dit is wel weer knap. Ja, dat is gewoon richten. Dat is niet echt een trucje met de fidget spinner. Dat is niet echt een trucje met de spinner zelf. Ja, dit dan weer wel. Hoe de fuck doe je zoiets? Ja, jammer. 3-finger switch. 1... Nee. Oh, hij had hem al op 3. Zo knap, zo knap. Ik zou dit niet kunnen. Ik zou dit echt niet kunnen. Ik vind het knap.
Ja, dit kan ik allemaal niet, joh, denk ik. Veel te moeilijk. Veel te moeilijk. Wow. How he do that? Wat? Ik ben zeg maar... Oké, ik ben zeg maar zo'n persoon die zo'n ding koopt en dan al die dingen gaat proberen. Ik had het ook met mijn vape. Ik kocht mijn vape net en toen ging ik allemaal van die trucjes proberen. Ik ben zo'n persoon dat als ik dit koop, ga ik al die trucjes proberen na te doen. Ik laat dan wel gewoon aan jullie zien als ik zo'n ding ga kopen. Ik zweer het je. How you do that? Wat? The actual fuck. Ik vind dit knap. Ik zou dit niet kunnen. What the actual fuck? Basic transfer. Ja, dit zou ik niet eens kunnen. Reverse transfer, dus met je verkeerde hand. Ja, ik zou dit absoluut niet kunnen. Wat? Ik zou gewoon dat ding zo pakken met heel mijn hand. Around the world, ja, hetzelfde als met een voetbal. Holy fuck. No look. Damn. Ja, maar dit is toch niet zo moeilijk. Tenminste, het ziet er vet makkelijk uit. Flip it and stick it. Ja, kijk, dit snap ik niet. Wat een neuk. Dit vind ik nog het knapste. Dit vind ik nog het knapste gewoon. Dit soort dingen. En nu aan de onderkant van je hand. Of aan de binnenkant van je hand. Damn, dit is vet knap. Ik... Die overgooi lijkt me nog het makkelijkste van alles. Het lijkt me vet moeilijk om met zo'n fidget spinner truc te doen. Maar dat overgooien en zo, dat lijkt me best wel easy. Alleen, op een puntje van je vinger en dan hop, en dan ineens op je knokkel. How the fuck you do that? Huh? I don't get it. Het is gewoon kunst bijna. Kijk, dit snap ik niet dus. Dat ik... Woep, woep, woep. Dat overgooien lijkt nog het makkelijkst gewoon. Dit is nog easy, wat ik al zei. Ja, ik heb er eigenlijk al genoeg van gezien. Ik wil nu zelf ook zo'n spinner halen. Oh my god, dat is echt niet normaal. Zo'n spinner is echt geweldig. Als je die trucjes kan. Ik ga er binnenkort eentje kopen. Bij de 100 likes koop ik een fidget spinner. En ga ik die trucjes uitproberen. Dus laat een blauw duimpje omhoog achter als ik die shit moet doen. Bij de 100 likes, zoals ik al zei, koop ik zo'n ding. Ga ik die trucjes proberen. Ga jullie allemaal meemaken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken, jongens. En dan, check ik jullie laters.
Yo.